Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Over Nederland trekken verspreid wat wolken, stapelwolken zijn dat waaruit winterse buien vallen. Maar tussendoor zijn er brede opklaringen. We beginnen de dag fris met hier en daar een winterse bui. In de ochtend is het 1 tot 3 graden en vanmiddag loopt de temperatuur op naar 5 of 6 graden maximaal. Ook vanmiddag vallen er verspreid over het land nog een paar buien en daarbij is nog altijd kans op hagel en natte sneeuw. De wind is matig, waait uit het westen tot noordwesten kracht 3 tot 4. Vanavond gaat de temperatuur vrij snel omlaag richting het vriespunt. Er kan nog een enkele winterse bui vallen. In de kustgebieden, maar in het binnenland wordt het steeds vaker droog met opklaringen erbij. De wind neemt wat af. In de nacht temperaturen onder nul. Morgen wordt het weer een graad of 6. Opnieuw kans op een enkele winterse bui, maar er is ook nog altijd ruimte voor flink wat zon tussendoor. En de wind nog altijd matig uit het westen tot noordwesten. Weinig verandering in het weerbeeld dus. Vrijdag is een overwegend droge dag net als zaterdag en zondag. Maar voor zaterdag geldt wel dat er een stevige oost tot noordoosten wind opsteekt die het voor het gevoel kouder maakt. En ook zondag hebben we met die wind te maken. 5 graden op de thermometers, maar voor het gevoel duidelijk kouder. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.